Hallo allemaal en welkom bij Doe het Zelf ideeën. Vandaag ga ik jullie deze super mooie en interessante sjaal laten zien uit Wave Wol, zo het dus heet. Het is dus een wol die verschillende sterktes heeft qua de draad. En hier zie je dus ook wat dikkere en dunnere gedeeltes. En het is heel gemakkelijk gehaakt in halve stokjes. Hoe ik dat precies heb gedaan en met welke wol en welke naald vertel ik jullie natuurlijk gewoon zoals gewoonlijk nu. Hier zie je dus de wol die ik heb gebruikt voor deze sjaal. Dat is de Creative Woolly Wakes van Rico Design. Hij is 50 gram en 115 meter lang. Gemaakt uit 74 polyacryl en 26% wol. En voor naalddikte 7. Ik heb natuurlijk naalddikte 7 niet, dus gebruiken we hier weer dikte 6. Is ook geen probleem en het wordt heel makkelijk. De wol laat zich super makkelijk haken, ook al is het verschillende diktes. En hier zie je dus ook super leuk wat voor leuke kleuren het heeft. Een soort van grondtonen en een soort van geel met groen en oranje en beige. Ik vind het super leuk voor het voorjaar en ik vind het ook leuk om deze neutrale kleuren te hebben. Met iets meer, ja, toch ook iets meer kleur en leven erin. Echt leuk en ik ga natuurlijk beginnen. En voor de hele sjaal ga ik 3 bollen van deze wol gebruiken. En hier zie je dus ook al dat ik direct het begin eruit haal, uit het midden. En hier zie je dus ook heel mooi hoe verschillende diktes in één draad zitten. Dat is het wave effect. Hier zie je tussen mijn vingers super dun. En die zou eigenlijk voor naaldikte 2 zou ik die gebruiken, of 1 zelfs. En hier deze super pluizige stukje. Hiervoor zou ik bijvoorbeeld naaldikte 10 of iets dergelijks gebruiken. Ja, dan komen we natuurlijk een beetje op het gemiddelde van naaldikte 6 of 7. En dat ga ik hier natuurlijk voor gebruiken voor deze sjaal. En hier hebben we het begin. En daarvoor maak ik 20 losse steken voor de breedte van de sjaal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zo, hier zie je dus de 20 losse steken die ik hier heb gehaakt. En hier zie je dus ook heel verschillend de draad is op één klein stukje. Losse steken, dunne stukjes, dikke stukjes en alles daartussenin is te zien in dit kleine stukje ketting van losse steken. Super interessant en hier heb ik dus 20 losse steken zoals ik al heb gezegd. En ik herneem er nog 2 extra voor de hoogte. Nu heb ik er 22, maar als je de breedte wat breder of smaller wil maken, moet je natuurlijk iets meer of minder losse steken gebruiken aan het begin. Nu maak ik halve stokjes en daarvoor maken we een omslag en gaan we in de derde losse steek. En daar steken we hem doorheen. In de volgende insteken en er weer doorheen. Omslag, in de steek en doorsteken. Omslag en erin. Zo, hier doe ik dus de hele draad, of de hele rij lang. Zo, hier na 1 rij ziet het resultaat er zo uit, een half stokje. Sommige zie je iets beter dan de andere. Hier in het midden is het lastig om te zien met de dikke draad. Maar hier zo, met de kleine dunne wol, zie je dus heel mooi en kun je de halve stokjes, of halve steken herkennen. Wat ik nu ga doen is weer 2 losse steken voor de hoogte en dan draai ik de boel om en haak ik gewoon simpelweg terug. Het enige verschil is dat ik niet in de steken insteek, maar tussen de 2 halve steken in. Ik had even een draai in. Ik ga dus een omslag nemen en dan ga ik hier zo de boel iets uit elkaar trekken. En dan hier bij de opening tussen de steken steek ik hem in en draai ik hem doorheen. Omslag, insteken en door alle 3 doorheen. En dat is dus eigenlijk super makkelijk dat je hem iets uit elkaar kunt trekken. En je kunt hem ergens insteken waar plek is. Zo, en hier zo heb je dus gemakkelijk, heb je iets minder last van de diktes van de draad, maakt het iets makkelijker. En hier zo trek je het dus gewoon iets uit elkaar en dan heb je dus een opening. En daar steek je hem gewoon simpelweg doorheen en dan haal je hem door alle 3 heen. Erg gemakkelijk en het maakt het ook iets makkelijker met deze wat moeilijkere wol om te gebruiken. Zo. Dat doe ik dus gewoon met de duim en linkerduim. Als je hier zo ziet op het beeld, haal ik hem iets meer uit elkaar. En ja, zo gaat het gewoon super gemakkelijk en is het echt geen probleem. Zo. Hier zie je ook al mooi het resultaat na de tweede en ook al mooi het effect. Hier zo zie je dus ook dat ik iets dikker heb of iets dieper heb gestoken. En ja, daar wordt het patroon net anders van. En dat ziet er ook wat leuker uit en anders. Super leuk vind ik eruit zien. Vooral ook het verschil tussen de dikkere en de dunnere gedeeltes van de draad. Erg bijzonder en interessant patroon. Zo. En dan ben ik ook alweer bijna bij de tweede rij klaar. Het gaat dus ook super snel, zoals je dus merkt. Het is echt natuurlijk, het patroon is heel makkelijk. Het is alleen, het ziet er anders uit door de draad. En ja, daar maakt deze handleiding gewoon het super makkelijke aan deze sjaal. Alweer 2 losse steken en dan draai ik de boel weer om voor de derde rij. En dat ga ik natuurlijk gewoon nog even verder terughaken. De haaktechniek, zoals ik al gezegd, super makkelijk en de wol is iets lastiger. Daarom hebben we dus ook tussen de steken gehaakt. Dat maakt het gewoon iets makkelijker en het patroon net anders. Maar het resultaat is het dus zeker waard, zoals je dus echt ziet. Het ziet er echt super leuk uit met de kleuren en de verschillende diktes. Erg mooi vind ik. En ik ga nog even verder haken en dan zal ik jullie straks even een update laten zien. Aangezien de techniek heel makkelijk is, dus daar heb je vast niet meer hulp bij nodig. Gewoon tussen de steken insteken en dan gewoon halve steken haken. Het is niet heel moeilijk en 2 losse steken aan het begin voor een nieuwe rij om de wol om te draaien. Vergeet natuurlijk geen omslag te nemen, maar ja, de techniek is niet zo moeilijk, dus ik jullie straks weer. Zo, hier zijn we dan met de update en hier zie je dan een heel mooi stuk van de sjaal. Ik ben nu bij de derde wol aangekomen. En hier zie je super mooi hoe de kleur zich ontwikkelt. Een soort van oranje en verschillende kleuren groen en geel en rood. Allemaal in deze grondkleur van beige, grijs, zoiets. Super mooi en zo zie je dus heel leuk hoe de mix eruit ziet tussen dikke en dunne wol op één draad. En als je meerdere keren om de hals gaat vragen, wordt hij erg lekker warm. Ik ben er erg blij mee en ik ga nog even verder haken natuurlijk. Het effect is echt super mooi en puur om de draad, want ja, het effect of de patroon is echt super simpel. Ik ga nog even verder haken, want ik heb nog een heel stuk voor mij. Zo, daar zijn we dan en hier heb ik dus intussen de hele bol wol gehaakt van de sjaal die 180 centimeter lang is. Hier heb ik dan de einddraad en die trek ik natuurlijk even uit, want ja, er blijft niet heel veel meer over van de 3 bollen wol die ik heb gebruikt. Dat is eruit getrokken en dan trek ik hem altijd nog eventjes een beetje aan, zoals je ziet. En ja, daar wordt het natuurlijk niet meer los van. En die vernaai ik natuurlijk en natuurlijk de begindraad ook. Maar omdat ik natuurlijk verschillende bollen wol heb gebruikt, heb ik natuurlijk overgangen midden in de sjalen. Die zijn op zich redelijk netjes verwerkt, vind ik zelf, zoals je hier dus ziet. Maar ook die worden nog even vernaaid, zodat het allemaal netjes blijft zitten. En daarmee is de sjaal dan helemaal klaar. Erg mooi groot geworden, 180 centimeter lang en super mooi dik. Als je hem meerdere keren om je hals hebt, wordt hij lekker warm voor de eerste wat koelere lentedagen. Erg leuk en ja, daarbij hoop ik natuurlijk dat deze jullie video, sjaal en het patroon leuk vonden. Zo ja, laat dan een blauw duimpje omhoog achter. Wil je nou weten hoe je andere dingen breidt en haakt? Neem dan een kijkje op mijn kanaal en abonneer gratis om altijd op de hoogte van nieuwe video's te blijven. En ja, dan zie ik jullie de volgende keer bij Doe het Zelf ideeën. Tot dan!